Vroeger werd het heel druk bezocht. Er kwamen gewoon 50.000 mensen op jaarbasis, vooral dus familie. Dat werd natuurlijk steeds minder, maar inmiddels is dat bezoek veranderd en komen steeds meer geïnteresseerden, voornamelijk Nederlanders, naar deze plek. Er werd geen gewacht gemaakt van het feit dat hiernaast gewone soldaten, waarvan sommigen misschien helemaal niet naar het front wilden, überhaupt niet wilden strijden, dat er SS'ers liggen. Collaborateurs van het ergste soort. Dat was niet zichtbaar. En dat stoorde mij. Een waarschuwing tegen wat? Een kudde die de verkeerde kant op kan gaan. Niet weten wat er gebeurd is. En als je niet weet wat het verleden is, weet je ook niet wat er zou kunnen gebeuren in de toekomst.